Hallo iedereen, welkom bij Mijn Tuin Mijn Geluk. Ja, en opnieuw welkom in Mijn Tuin, want de afgelopen 2 weken was ik op bezoek bij mensen thuis om te helpen, hè, zoals jullie hebben kunnen zien. Maar het is toch fijn om even weer terug te zijn en jullie een nieuwe aflevering te kunnen voorschotelen. Want er is eigenlijk heel veel gebeurd in de tuin. We hebben een moestuinbed bijgemaakt. Er moet nog bij komen, geloof mij. Ik heb heel veel dahlia's, dus ik moet ze ergens kwijt kunnen. En we hebben een derde kippenren bijgemaakt, want de kuikens die jullie ongetwijfeld horen, die leven nu nog een beetje in de serre. Die worden met de dag groter, het zijn echte pubers aan het worden. En ze kunnen hier dus niet voor eeuwig blijven. Dus ze gaan naar een nieuwe ren. En ja, dan wordt het een beetje herorganiseren, maar dat is altijd fijn, hè? Zeker. En laten we hopen met het mooie weer in het vooruitzicht, want de afgelopen tijd heeft april toch wel zijn kuren laten zien, hè? Maar vandaag ga ik aan de slag met mijn dahlia's. Je hebt ze misschien al zien staan. Hele fijne bloemen, hele fijne planten. Ik ben er zot van. Ik heb dit jaar 67 variëteiten. Nog geen flauw idee waar ik ze ga neerzetten allemaal, maar dat is bijzaak. Ja, ik vind ze heel fijn en ik ga jullie vandaag dus laten zien hoe je ze kunt stekken en wat toppen precies inhoudt. En dat je er eigenlijk helemaal geen schrik voor hoeft te hebben. Welkom! Oké, we gaan dus dahlia's stekken. Heel fijn, want als je planten een bepaalde grootte hebben en als je ze voorgekweekt hebt, ze voorgetrokken hebt in potten, dan krijg je zoiets. Hè. Dan heb je planten die ja, toch al wel een 10, 15 centimeter hoog zijn. En als je bepaalde oudere knollen hebt, dan maken die heel veel scheuten en dan is het perfect mogelijk om daar dus stekken van te nemen. En wat we gaan doen bij dahlia's, dat is niet eigenlijk een soort van traditionele stek. We gaan een deeltje van de knol mee afsnijden. En dat klinkt heel drastisch, maar dat is het eigenlijk niet. Dus we gaan net zo het hieltje van de scheut, van de nieuwe scheut, gaan mee afhalen, zodat we voldoende kracht hebben om nieuwe worteltjes te laten vormen. En het is eigenlijk super simpel. Je hebt je plant nodig, een scherp mes, een heel scherp mes het liefst. Dan kan je mooi afsnijden, maak je geen extra wonden en dan ga je eigenlijk de vezels niet gaan dichtknellen, maar net gaan mooi afsnijden. En dat willen we, want dan heb je het meest kans om wortels te vormen. En dahlia's stekken is heel makkelijk, hè? Iedereen kan het doen. Het enige wat je nodig hebt is een beetje zaai- en stekgrond. Zaai- en stekgrond is luchtiger dan potgrond. Daar zit in dit geval ook vermiculiet bij. En vermiculiet gaat ervoor zorgen dat alles luchtig is. Ik ga dus mijn potje vullen met zaai- en stekgrond. En ik vul die en ik ga daar gewoon even mee tikken. Ik ga die niet aandrukken. Op dit moment nog niet. Dat alles luchtig is, dat ik de stek er straks mooi en makkelijk in kan stoppen. Hè. Een stek is ongeveer 7 à 10 centimeter groot. Dat mag ook een keer 12 of 15 centimeter zijn. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar ja, het mag toch een degelijke stek zijn, want er moet een deeltje in de grond verdwijnen om wortels te vormen natuurlijk. En het andere deeltje om aan fotosynthese te kunnen doen. Hè. Dus ik ga gewoon met mijn mesje. Zo. Kijk, dit is een hele mooie stek. En er zit een hieltje aan. En dat is het hieltje waarover ik sprak. Hè. Dus ja, dat is een deeltje van de knol. We gaan echt in de grond gaan kijken hoe ver we het kunnen afsnijden. En wat ik dat doe, is ja, de blaadjes wegnemen. Ja, en dat is het eigenlijk al. Je zou in principe deze blaadjes ook nog kunnen wegnemen. Maar dat is eigenlijk meer dan voldoende. Wat ik wel ga doen, is... Ik ga ervoor zorgen, en dat klinkt een beetje raar, dat ze... Ik ga de blaadjes halveren. Dat hoeft niet altijd. Als je blaadjes klein genoeg zijn, dan is dat geen probleem. Maar door ze te halveren, ga je er eigenlijk voor zorgen dat de plant minder vocht kan verliezen. Dat ze veel minder gaat verdampen en dus meer energie kan stoppen in het vormen van de worteltjes. En dan is het een kwestie van gewoon dit in je zaai- en stekgrond te duwen, een klein beetje aan te drukken en klaar. Ja, toppen dus. Ik hoor jullie eigenlijk al van achter jullie scherm schreeuwen tot hier. Want het klinkt heel indrukwekkend en heel heel drastisch voor je planten. Want als je de kop eruit haalt, wat gebeurt er dan? We hebben zo ons best gedaan om die planten te laten groeien. En nu gaat die pipo daar een keer vertellen dat we die kop er moeten uithalen. Wel, dat is met een reden. Een dahlia toppen, dat hoeft niet. Als je dat niet wilt doen, dan is dat geen enkel probleem. Maar er zijn een paar voordelen aan. Zeker bij hele grote soorten, die makkelijk 1,20 meter, 1,50 meter kunnen groeien, die... Als je die topt, dan blijven ze doorgaans een beetje lager, een beetje kleiner. Maar wat het allergrootste voordeel is dat ze meer, dus ze gaan vertakken en ze gaan uiteindelijk meer bloemen vormen. Misschien iets kleinere bloemen, maar ze gaan wel meer bloemen produceren de hele zomer lang. Ik ga de plant, zoals je kunt zien, ze ziet er heel gezond uit, heel goed. Ze heeft op dit moment 4, 5 verschillende scheuten, dus op zich is dat al een goed gevulde plant, maar ik wil ze dus laten vertakken. En dat ga ik gewoon doen door, en dat is heel simpel, en dat is misschien iets minder drastisch dan gewoon met het mes erin te zitten. De jonge scheutjes die je ziet, mag je gewoon zo eruit halen. Ik leef nog en de plantjes leven nog, dus blijven ademen. Want het ziet er erger uit dan het eigenlijk is, hoor. Want een plant dat getopt gaat uiteindelijk altijd weer gaan vertakken. Dus gewoon die kopjes eruit halen en dan ben je je dahlia's aan het toppen. Ja, die topjes eruit halen, ik vind dat eigenlijk een rustgevend werkje. En ik kan het ook al beter dan vroeger, hoor. Vroeger dacht ik echt van... Oh, wat doe ik nu? Ik haal daar nu die kop uit, die plant gaat stoppen met groeien, maar dat is dus ja, helemaal geen waar. Hè. Dus deze is klaar, is getopt. Je ziet eigenlijk voor de plant, in grootte maakt dat niet zoveel uit. Hè. Dus het is niet dat we ze volledig gaan kortwieken. We gaan eigenlijk kleine scheutjes pakken, kleine topjes, die er uiteindelijk gewoon uitgaan. En dat is het makkelijkste. Ik vind dat het minst drastisch. En zeker als je het doet dat ze ongeveer die grootte hebben, zo 10, misschien hooguit 15 centimeter, dan ziet het er allemaal een beetje minder drastisch uit. En ja, ik vind het een goede manier om meer bloemen te hebben op dezelfde plant. Zo, dat was het al voor deze aflevering. Ik wou hem helemaal in het teken van de dahlia zetten, want ik krijg ongelooflijk veel vragen hoe het nu verder moet. Hè. Dus bij deze een kleine update. We hebben getopt om meer bloemen te krijgen. Kleiner plant, van enfin, kleinere plant, een iets kleinere plant, meer bloemen. En we hebben gestekt om van één meerdere planten te maken. Hè. Dat maakt het alleen maar leuk om uit te delen aan vrienden of familie. En laat ons eerlijk zijn, te snel en het is goedkoop ook, hè, want je maakt opnieuw nieuwe planten. En wat er nu gaat gebeuren is, die stekken gaan wortels vormen. Binnen een paar weken zullen beginnen groeien, uiteindelijk na de ijsheilige buiten worden geplant. En dan ja, gewoon een knol vormen, hè, een volwaardige dahlia-knol vormen, om dan aan het eind van het seizoen, na de eerste nachtvorst, gerooid te worden en binnen overwinterd te worden. Hè. Dus het worden volwaardige planten voor... geen geld, daar komt het op neer. Ik hoop dat je het interessant vond. Laat het mij zeker hieronder weten. Abonneer je gratis op dit kanaal, want dat is ook altijd fijn. Dan word je als eerste op de hoogte gebracht van nieuwe afleveringen. En dan wens ik je vooral een heel fijn weekend toe. Ja, geniet ervan. Als er nog wat klusjes moeten gedaan worden, doe die. Maar geniet vooral af en toe een keer van wat er allemaal aan het gebeuren is rondom ons. Want de natuur is nu echt in een stroomversnelling geschoten. En ja, het is lente, hè, en dat laat zich merken. Dus geniet ervan. Ik zie jullie heel graag volgende week terug. Bye bye.